Zo, welkom allemaal bij weer een nieuwe video. Er is deze week niet zo heel veel gebeurd, maar de dingen die zijn gebeurd zijn wel voor mij in ieder geval heel leuk. Voor die mensen is het altijd minder. Maar ik denk voor jullie ook zeker erg interessant. Dus ja, geniet van de video. We gaan naar de A20, dat is bij tussen Vlaardingen en Schiedam, als ik het goed heb. Daar ligt een auto in de buitenberm, volgens de melding. Ik kan me er nog heel even niet zo heel veel bij voorstellen, maar we gaan die kant op en dan gaan we het zien. Dus tot zo. En de hele weg is er in ieder geval voor afgesloten. Is wel mooi, hè? Dat is of een koplamp. Wat gebeurt hier allemaal? Oh, ze hebben er een licht bij gezet. Zo, die hebben schuiven gemaakt. Hele lantaarnpaal om. Hoi. 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 Tim, ja goed. Mooi klap. Ja, de licht mag eruit. Ja. Komt niet. Komt niet? Nee, schijnbaar hebben ze geen mensen. Dat weet ik niet. Bijzonder. Mag je al wel beginnen? Ja. Heeft iemand de sleutel van de auto? He? De sleutel. Van de auto? Ja. Ja, zit dat erin. Die zit erin? Ja. Even die gangtrem omlaag. Sorry? Even die gangtrem omlaag. Ja, kom goed. Ik ga eerst mijn auto er wel voor zetten en dan gaan we even kijken. Komt helemaal goed. Ik denk, er legde een onderste boven in die in de greppel, maar dat was gewoon van die lichtmast. Ja, die lichtmast, maar waarom dat ding nog aanstaat, weet ik ook niet. Maar het is. Ja. Kunnen ze die individueel afsluiten dan? Nee. Nee. Nee, ze zijn nu onderweg. Ja. Maar weer komt eraan, zet de afzetting neer, haal de lichtmast weg. Ja, is die weer weg. Oké, okay. Ik ga mijn auto weg. Ja, ik heb beneden staat die dicht, dus. Ja, ja, ik ga hier wel staan, ja, komt goed. Laat het lekker op. Ja. Kijk, je ziet die paal zo beschadigd. En zo zie je heel het bandenspoor. Dat is echt wel met, ik denk toch flink snelheid gegaan. Die bandensporen zijn raar. Die lopen hier. En hier overheen. Maar die auto staat een heel stuk verder daar. Die gevaren ligt uitdruk. Nee, dat niet. Nee. Nee, dat dacht ik eerst nog. Ik denk, ze hebben een lam neergezet of zo, weet ik veel. Maar dat was niet het geval. Dat was wel ideaal toch? Ja. Als je hem zo hebt. Zo zie je wel wat. Dan ga ik het net wel of net niet halen. Ja, ik denk net wel. Ah.
Nu moet ik er nog onder zien te komen. Hij is natuurlijk lekker ingegraven. Ja. Hij rijdt er niet meer. Ja, de sprinter zal het nog wel doen, hè. Omdat die airbags niet zijn geklapt. Maar hij staat zo diep in die blubber dat het... Ja, 99% trekken wordt. Maar we gaan het even proberen. Het was wel goed kunnen, hè? Dat mag ik wel hopen. Anders moet ik ander werk gaan zoeken. Ja, dan gaat het niet goed. Dat was ook weer... Iemand konijnen thuis? Nee, dat niet. Ligt zat stro? Ja. Nee. Ik heb wel gehad daarachter, een bagage. Wat heb je? Die dingetjes van die ding. Nee, dat hoeft niet. Okay. Nee, kom goed. Hij mocht erop, toch? Huh? Hij mocht... Ja, zeker. Ja, omdat ik iemand hoor zeggen, even wachten. Ja, hij zegt, ze zijn je uit de weg aan het halen, wacht maar even. Oh, zo, ja. Oké. Okay. Terug is op P en op de handrem. Roos met Tim, goedenavond. Voor vastzitten, daar ben je altijd voor verzekerd. Dat gaat gewoon via je normale verzekering. Dan kost het je niks, ook geen eigen risico. Voor mij wordt het nu lastig. Ik ben voorlopig nog wel heel even bezig. Ik heb minimaal 2 uur nodig. Ja? Ja hoor, geen probleem. Hoi. Goed geraakt. Ja, alleen je autosleutel laten zitten alsjeblieft. Verder kan je alles eruit halen wat je nu hebt. Ik ga naar Schiedam. Ik ga dadelijk nog even wat gegevens van je opschrijven. Ja. En dan komt het goed. Dan ga ik je verder ook alles uitleggen. Ja? Dus als jij je spullen uit je auto pakt, dan kom ik zo bij je. Je kan nu je spullen eruit halen als je wil. Nee, voor de auto. Kijk, dat mag gewoon ophalen. Ja, dat kan. Vanuit je verzekering wordt die eventueel, kan die ook gebracht worden. Dat kost je niks extra. Oké. Okay. Ja, maar dat ga ik je zo allemaal uitleggen. Het wordt een soort graafmachine, hè, die wielen. Die graven zichzelf gewoon, als je zijwaarts kwijt, graven ze zichzelf helemaal in. Zeker als het een beetje los spul is. Ja, het is allemaal heel graf en anders. Ja. Ik keer even snel mijn auto om voor die andere hand. Nou, dat was toch wel een flinke klap. Er liep een... Ja... Best een onaardig spoor, zeg maar een bandenspoor. Ik denk als ik het in moet schatten, een metertje of 150 tot 200 aan remsporen. En toen ja, tegen die paal of over die paal heen geklapt. En toen stond hij vast in het zand. Ambulance hebben we nog gebeld. Die hebben we daarna weer afgebeld, want toen hoefde het weer niet. En de ambulance had hartstikke druk. Dus nou, op... In overleg met de verkeerspolitie en de Rijkswaterstaat is de ambulance afgebeld. Die bestuurder is meegegaan met een andere auto, een bekende die daar was gestopt. En wij hebben de auto meegenomen en hebben hem hier binnen gezet. Zonde van de auto. Zijn mooie auto's. En als die dan de gehele rechte zijkant heb schade. Voorscherm, bij de deuren, achterkant. Dus ja,
Hij zal vast nog wel gemaakt worden, maar het is in ieder geval zondag was een mooie auto. Als er nog wat gebeurt, zie ik jullie daar weer. Op de vroege morgen pakken we er toch nog eentje mee. Ze liggen namelijk bijna op dezelfde plek als waar we hiervoor zijn geweest met die auto op die lantaarnpaal. Ligt er een auto in de sloot. Dus ik ga daar even met deze auto heen om te kijken of het lukt. En lukt dat niet, dan gaan we terug naar de zaak om een kraan te halen. Dan moet ik zeggen, in 90% van de gevallen kan het gewoon zonder kraan. Dus we gokken het er maar even op, want ik was al onderweg naar een andere melding. En anders moet ik nu eerst naar de zaak. Dus we gaan even kijken en dan zien jullie dat zo. Is dat de Marische Zee en politie? Nou, er staan nu nog alleen politie. Zo, dat spoor loopt raar. Hij is daar tegen de vangrail aangekomen. Ja, hier zo. Hé! Hey. Dat is de vader van een goede vriend van mij. Morgen! Het is de eerste keer dat ik je tegenkom. Dat is lang geleden. Inderdaad, jongen. Hoe is het? Ja, goed. Hoe jou? Ja, lekker. Ja. Je hebt weer een mooie. Je ja. Ja, hij zit op de takel en zo allemaal. Ja, daar kom je nooit tegen. Nee, ja, het is de eerste keer. Verder goed, jongen. Ja, ik mag niet klaar. Nee, dit, nee. Niet. Gisteravond 11 uur. Ja. Nou, mag je alleen op de kop. Zo, hè. Ik zag hier iemand lopen, dus ik had de verkeerscentrale gebeld. Want ik kwam... Ja, ik zeg joh, er loopt iemand op deze hectometerpaal, zag ik hem. Maar ik zag geen auto. Dus dan, nou, zal wel. Hebben zij jullie denk gebeld? Die vent aangehouden. Die staat verderop. Ja. Daar staat ook een busje. Maar die vent is natuurlijk zei ik nou af. Ja. Tom. Ik heb ook geen kaplaarzen bij me, ben ik zo blij mee. Oh, even kijken hoe ver ik kan komen. De kofferbak is ook open. Hoe is die hier uitgekomen, joh? Het ligt zo diep onder water. Nou, ik kan niks zien, hè? Nee, het water staat echt tot de deurrand. Dus ik kan dat stuur ook niet zien. Nee, daarom. Wacht maar. Hoeveel werk heb jij hiervoor nodig, denk je? Ja, best wel. Dat geloof ik wel. Want ik moet ook een afstand overbruggen waar je helemaal eng van wordt. Moet je er even uit. Wie? Ja, ja. Ik moet sowieso achter tevoren gaan staan. Oké. Even bellen. Ja. Ik denk dat ik hem zo ga kantelen. En dan proberen schuin er... Ja, naar boven te trekken. Ja, of op zijn dak hier ook. Ja, maar dat is, lang, hè, dit. Want als ik met mijn wielen in het gras kom... Ja, dan kom jij niet meer weg, zeg nee, maar. Precies. Ja, dit is echt ver. Even kijken of je nog... Dat duurt, hè, dat duurt. Ga nooit, man, verder. Het gaat nooit hard, hè? Ik ken hem al vanaf zo klein. Ja? Het is altijd zo geweest. Het is nooit anders geweest. Het is nooit mooi... Nee. Het is nooit goed gekomen met hem. Even kijken, hoe moet ik hebben? Als die bandjes nat zijn, maakt het niet zo uit. Altijd je best doen om niet nat te worden. Zo, door de velg. Achter ook door de velg. Bidden dat hij omhoog komt. Hey, die aannemen, kan hij geen bosmaaier meenemen? Heb je die nodig, denk je? Ja, ik weet niet. Dat gaat natuurlijk wel weerstand bieden. Als je hier één keer met iets eroverheen kan.
Ik ga vertellen, vraag of die toevallig ergens heeft liggen. Ja. Oké. Okay. Nee, nou ja, jammer dan. Pas te proberen. Heb jij hier wel eens een wagen uitgesleuteld gevist? Nee. Nee, ik ook niet. Hier niet. Ja, aan de andere kant het talutje en daar bij de Benelux. Hier aan de andere kant wel. Maar dat is helemaal kleuter, want dan sta je op heel dat talud. Dan moet je gewoon 30 meter naar beneden eerst. Toen hebben we met 3 takelauto's hebben we alles moeten verlengen. Toen kwamen we er pas bij. En toen kwam Dion, ken je die van ons, Dion? Die kwam aan, die loopt naar die vent toe. Hij zegt, als hij nou de eentjes wil voeren, ga volgende keer even naar de stadsvijver. Ja. Ja. Nee, nee, nee. Dat heb ik net natuurlijk even uitgezocht, waar ik kon komen en waar niet. Kom ik zo een beetje in de buurt? Niks. Ja, ja. Einde dienst. Op naar huis. Amateur. We hebben echt gewoon hekken met paaltjes gevonden, niet ook? Nee. Niet te streng. Ja, het kan. Daar dat er wel een keer normaal gesproken staat parallel aan die ook nog eentje. Maar het is precies in de rij voor, zeg maar. Dus het zou kunnen zijn dat die hier ergens ligt. Maar... Ja, dat is vies, hè. Ik heb medelijden met de mensen die daar achter mij rijden. De kofferbak staat ook open. Babyolie en de zalfjes en de ketchup. Ik ga je voor dat ik bij je zelf midden in de nacht pakken en van dat. Jongetje, dat is best wel toch leuk thuis. Dat lijkt wel op. Hé, serieus, dit is de makkelijkste berg in de geschiedenis van bergen. Ja, je weet nooit brengen. Weet je hoeveel kracht er nou op dat ding staat? Dat is de kwaliteit dat het ook niet. Los. Zo, ja, dan is het huilen, hè? Ik kan hier niet komen. Hebben ze ook schijt aan, toch? Ja. Lampjes aan. Hij staat los, hè? Kijk uit. Ik ga er niet voor liggen. Nee, oké. Okay. De kneus hangt aan zijn binnenspiegel. Ja, het ziet er goed uit, binnenkantje.
Zo, hij staat erop. Het was een bijzondere melding. De politie die stond een stuk verderop nog met die meneer. We hebben even een ambulance laten komen. En zoals je ziet op die video, dat deze meneer nog leeft, is echt een geluk. Want ja, eigenlijk tot en met de stoelen, terwijl die ondersteboven lag, tot en met de stoelen was gevuld met water. Dus als je niet heel snel die auto uitkomt en onder invloed kan het nog wel lastig zijn, dan heb je kans dat het niet zo goed met je gaat. Maar gelukkig was dat niet het geval. Hij was wel onder invloed, dus daar zullen echt nog wel consequenties aan hangen. Maar voor mij, tenminste, ja, ik vind dat niet kunnen. Maar goed, in verre, het maakt voor mij niet uit. Ik kom alleen voor de auto. Die hebben we meegenomen en die gaan we nu afzetten bij ons op het depot. En dan ga ik lekker naar bed, want ik zit alweer in de overuren. En dat vind ik op zich niet heel erg, maar na een nachtdienst is het toch wel lekker om naar bed te gaan. Dus tot dinsdag. Nou, ik heb aan het begin niet gelogen, toch? Ik bedoel, dat waren twee beste klappen. Die ene meneer in de sloot, die heb echt heel veel geluk gehad. Nu is het natuurlijk iets later, denk je daar nog eens over na. Maar als hij door de klap bewusteloos was geraakt of zo, was hij daar gewoon verdronken. Dus gelukkig is dat niet gebeurd. En maar weer een reminder, niet drinken als je rijdt. Je ziet wat er van komt. Eerst een ongeluk gemaakt al ergens in het Westland. Daarna weggereden en vervolgens ondersteboven de sloot beland. Het is niet best. Dat was het voor deze week. Ik zie jullie volgende week weer met hopelijk een langere video. We gaan er ons beste voor doen. Maar ja, ik ben natuurlijk afhankelijk van wat er op de weg gebeurt. Dus, maar in ieder geval, voor nu, maak het niet erger. Bellenbergen. Tot volgende week.